Het is de regering nog niet gelukt om overeenstemming te bereiken met de boeren in Nikeri voor wat betreft de paddy-opkoopprijs. Op dinsdag 2 september vertrok een delegatie onder leiding van minister Suresh Algu, geflankeerd door de minister van Buitenlandse Zaken Winston Lakin en de minister van Openbare Werken Rabin Permisser, naar Nikeri om het voorstel voor te leggen aan de boeren. De regering heeft in samenwerking met diverse entrepreneurs een opkoopprijs van 60 SRD kunnen bewerkstelligen in plaats van de prijs die nu voor een nattebaal paddy wordt betaald, tussen de 45 en 50 SRD. Minister Algu van LVV heeft in het radioprogramma Bakan Natori uitleg gegeven over de ontstaande situatie en wat nu vanuit de zijde van de regering gedaan zal worden. Toen we hebben aangekaart van we gaan richting Nikeri, zei van kijk, je gaat altijd positief opgesteld. En je gaat niet voor iemand, je gaat voor de sector. Je gaat voor Suriname. En we zijn daar gegaan als eerste. We hebben gesprekken gevoerd met dan de opkopers, waar dan ook leden van VRE, Vereniging van Rijsexporteurs, aanwezig waren. Na te praten, onderhandelen, is het wel gelukt. En de heer Mangali heeft gelijk aangekaart dat hij bereid is om per zak of per baal paddy van 79 kilogram nat, let wel, natte gewicht, te betalen voor 60 SRD. En dat is toch wel vergeleken met de eerdere prijs wat werd aangeboden van 45 tot 50 SRD per baal, veelmaal beter. 10 SRD gelijk, 10 tot 15 SRD gelijk per baal meer betalen. Dat vonden we alvast heel positief van de heer Mangali. We hebben ook gesprekken gevoerd met het bedrijf van Mahwat Khan. De directeur daar was aanwezig. Hij heeft gezegd van kijk, wanneer je lijn 125 hebt, Adron lijn 125, daarvoor betaal ik ook 60 SRD per baal. India gaat ook mee. Waar weer een beetje mis is gegaan is met name drie opkopers van VRE. En toevallig is een van de leden van VRE toevallig ook de voorzitter. En tevens ook de grootste opkoper op dit moment in Nikeri. En hij heeft gewoon duidelijk aangekaart van ik koop voor 55 SRD. En na een kwartier zegt hij van nee, ik betaal 50 SRD per baal. En toen hebben we gesproken, meneer Mangali zei van hij gaat ook met andere opkopers praten. Eventueel als het kan gaat hij ook drogers huren om dan de paddy op te kopen. Omdat, kijk, terwijl we bezig zijn met mogelijkheden, let wel, het is belangrijk om dit aan te kaarten dat de rijssector helemaal geliberaliseerd is. Dit betekent dat een staat, een overheid, nu moet bemoeien naar een sector dat die. Maar wat er vaak gebeurt, men denkt van, LVV, de regering. En dit is geen probleem van vandaag. Sinds men sabi, à la oost, je kiest een probleem die zie. Waarom? Zeiden, omdat de sector niet gestructureerd is. En we moeten dat structureren. Daarmee ben ik bezig. Je moet structureren. En waarom zo'n probleem dat we hebben op dit moment, en niet vanaf vandaag wat ik zei. Wanneer in andere landen paddy wordt geteeld, wanneer je nu gaat oogsten, betekent dat dit vorig jaar was verkocht. Je bent altijd eerder. Binnen suiker is ook hetzelfde. Je gaat de suiker nu verkopen wat je volgend jaar gaat oogsten. In Suriname is het nog steeds dat wanneer je al begint met oogsten, dan pas je begint zoeken bij mekanserie en tegen een soort prijs. En dat moet eigenlijk opgelost worden. Dat is het probleem. En daarmee zijn we bezig. En verder zijn we aan tegen. Dat akondre die is ranang. We zijn afhankelijk van enkele afzetmarkten. We moeten dat naar verschillende landen gaan sturen. We moeten ook toegeven dat in de afgelopen jaren terug, we ook een markt hadden op Panama. Op. En wat er gebeurd is, op Panama. Okay. En meneer Limbo, het moet duidelijk gemaakt worden wat men heeft gedaan toen der tijd. De ma is zeer alesi in Panama, wat niet gevraagd was. Dus volgens een heel lage kwaliteit. En wie neemt het markt over? Guyana. Guyana heeft een contract al getekend met Panama. En gaan de 1 september de man begin exporteren naar Panama. Elke maand 5000 ton
Alesi. Dus per jaar 60.000 ton. Dat was van Suriname, Suriname exporteer voordat Guyana bende drape. Dus we moeten niet alleen zeggen van de overheid dit en dat. Wanneer wij voor de sector vechten is een gezamenlijk iets. En laten wij dan politiek apart houden in dit geval. Waarom zeg je dat laatste? Waarom zeg ik politiek apart? Omdat men, we hebben dat meegemaakt. Je ziet gewoon, meneer Mangali is een NDP'er. Hij zegt van ja, positief gelijk. Maar dan zie je weer andere mensen. Ik wil niet aankaarten van welke partij of partijen. Je ziet de man vaak van, hé, nee. Ik ga niet meer dan 50 of 55 betalen, punt uit. Dat is niet dat je voor de regering doet. Je doet voor de sector. Je doet als je werkelijk meent met je volk. En werkelijk meent met de boeren, hier en daar. Atito. Wat is het van 55 naar van 60 SRD? Het is geven en nemen. Een keertje kan je gewoon op break-even point zitten. Maar ze maken altijd winst. Maar wat is er niet gebeurd? Want ik heb begrepen dat de situatie is geëscaleerd. Nou nee, kijk. Om eerlijk te zijn. Dan gebruik ik pepperspray en zo. Maar dat is daarna wanneer we al weg zijn gegaan. Mm-hmm. Dus wij waren vertrokken van Nikeri richting Paramaribo. Toen ik in Paramaribo aankwam, heb ik begrepen dat die mensen zeiden van nee, 60 SRD is te weinig. Afgelopen seizoen was de prijs 60 SRD. Let wel. Wanneer ze in maart dit jaar hebben geoogst, kregen ze voor 1 baal natte paddy van 79 kilogram 60 SRD. En voor afgelopen seizoen heeft men om en bij 110, 105 tot 110 SRD per zak ureum betaald. Voor huidig oogst heeft men 90 SRD per zak betaald. Dus de kosten van al die anderen is hetzelfde, alleen ureumprijs is een beetje gezakt. En let wel, rijstprijs in de wereld is afhankelijk van vraag en aanbod. Maar minister, wat gaat er niet gebeuren, nu de situatie bijna kan je zeggen anders is uitgelopen dan je had verwacht? Nou kijk, het is niet anders gegaan. Mm-hmm. Men maakt het eigenlijk zo moeilijk eigenlijk. Het is gewoon weg dat wij eigenlijk hebben gesproken dat het geen 45 of 50 is, maar dat het 60 wordt. Dat er 10 extra is gekomen. We hebben nooit gezegd dat we de boeren gewoon zo laten. Want dus dat is het definitief besluit? Tot 60. Op dit moment. 60 onder één voorbehoud. Zodra dat van Venezuela en andere landen in orde is gemaakt, afhankelijk van de prijs, kan het enige omhoog gaan.